Yo kijkers, welkom bij deze nieuwe video van de decembermaand. Het is tijd voor de Q&A. Jullie hebben er even op moeten wachten. Dat was eigenlijk in de hoop dat mijn kerstboom wel op tijd zou binnenkomen. Maar zoals jullie op de achtergrond zien, nog steeds geen kerstboom buiten deze leuke kerstster. Helemaal geen kerstster, ja sorry. Ik moet mijn kerstgaan aandoen. Ah, beter. Oké, we gaan dus reageren op jullie vragen. En het likedoel voor vandaag is 175 likes. Ik denk dat jullie het moet lukken. We gaan er een mooie Q&A van maken. En laten we snel beginnen. Er zijn aardig wat vragen achtergelaten. En de eerste vraag is van muziekterrorist. Oké, hoeveel geld heb je uitgegeven aan Fortnite? Nou, ik ben blij dat ik niet zoveel heb gespendeerd in Fortnite. Ook al was het een geweldige game. Heb ik denk ik maar één keer de Battle Pass gekocht. En sindsdien heb ik gewoon steeds de V-Bucks bespaard. En volgens mij heb ik eigenlijk maar 3 Battle Passes gehaald. En nu misschien nog 300 V-Bucks en wat leuke skins. Maar ik heb nooit geld besteed. Ik heb ook die game die erbij kwam. Geen idee hoe die ook weet. Van Fortnite. Niet gehaald. Ik vond het wel best. De tweede vraag is van Hyper of Hyper. Sam, hoe kom je aan zoveel subs? Het rare is met YouTube. Die subs komen random. Ik bedoel, ik merk dat ik bijvoorbeeld nu... Nou, het is wel zo, als je veel uploadt, krijg je echt wel meer subs bij. Ik merk nu in december gewoon meer upload. Tuurlijk krijg je meer subs, meer views, meer aan mijn foto, bla bla bla. Dat is zeker wel zo. Maar wat ik ook wel gemerkt heb, is dat ik soms in random periodes zoveel kan worden geboost door YouTube aanbevolen. En dat je dan in één keer veel subs bij krijgt. Dus het heeft niet eens altijd te maken met hoe goed je kanaal is. Je moet geluk hebben. En dat is wel echt zo. Dus hoe kom je aan zoveel subs? Ja, doe wat je leuk vindt en hopen dat je wordt gepusht door YouTube. Gekke Jan vraagt, waarom ben je kaal gegaan? Nou, hij heeft denk ik een beetje onder een steen geleefd. Ik had namelijk in lockdown periode 1, terwijl we nu ondertussen in lockdown periode 2 zitten, een 24 uur livestream gehaald. En ik had het geld allemaal opgebracht voor het Rode Kruis volgens mij toen. En als ik zoveel euro had binnengekregen, ging ik kaal. En dat haalden we. Dus ik ben een man van moord en ik moest kaal. Jeremy Dinsdag. Ik ga maar af wat hij dan op maandag, woensdag, donderdag, vrijdag en zondag doet. Maar oké. Vraagt, wat moet... Oh nee, sorry, vraagt. Wat moet je hebben als een YouTube-kanaal begint? Tijd. Tijd. Ik zou willen zeggen een goede computer of iets, maar... Tegenwoordig met alle computers lukt het ook al wel. Ik denk vooral plezier en je moet echt origineel zijn. Dat ben ik zelf niet eens echt, maar... Die zou echt origineel moeten zijn. Daniel en Sietse, zijn ze toch origineel, vragen allebei, hoe kom je aan je geld? Investeren in aandelen van Pornhub. Die gaan tot de dak. En Daniel vraagt ook, wanneer krijg je een avatarpel op je hoofd? Weet je, ik heb erover zitten na te denken en even denken... Nooit. Ik ga geen fucking af. Kijk, dit kwam dus ook in die 24 uur livestream tevoren. Want dan was het zo van... Ah, oh, als er nou bij 1000 euro een avatarpel op je hoofd. En ik was er nou voor het R9 kapsel kaal gegaan. Dan had ik maar 600 euro gezegd. Voor 1000 doe het avatarpel. Doe dat dan. Doe dan. Ik zei zo van... Nee, dit gaan we niet doen. Als ik met een fucking avatarpel op mijn hoofd geloop. Dat was helemaal kut geweest. Er waren ook een paar mensen die vroegen... Heb je een vriendin? Nee, heb ik niet. Nou, ik breng mijn avonden hier achter mijn bureau door. Real Player RP vraagt hoeveel geld aan equipment heb je uitgegeven? Nou, op dit moment leen ik een camera, maar daar heb ik... Ja, dat is mijn nieuwste aankoop tegenwoordig, als Delgato Ringlight. Die kostte waardig wat. Ik denk bij elkaar gewoon veel te veel. Zeg maar, ik ben wel echt klein begonnen. Ik doe het nu denk ik zo'n 3 jaar. En ik ben volgens mij begonnen met... Ja, natuurlijk een laptopje. Toen heb ik een keertje denk ik een softboxje van 40 euro gehaald. En toen was het een webcam. Ja, eerst natuurlijk een webcam van... Van 90 euro toen en zo een beetje doorbouwen. Nu komen wel de grotere uitgaven, zoals een nieuwe camera heb ik dan laatst gehad. Nou, laat. Dat is ook al aardig lang geleden, lockdown 1 was dat. Maar een nieuwe camera had ik gehaald. En dus die ringlight, tweede softbox. Het is een investering. Laat ik het daarop houden. Sietje vraagt, hoeveel ops heb je geklaard? Nou, 0. Ik ben niet zo'n stoere jongen. Nee. En Ben met een leuke cartoon als profielfoto vraagt. Stream jij zo niet? Ga je... Oh, stream jij? Vraagteken. Zo niet. Ga je ooit streamen op Twitch of YouTube? Ik heb wel eens gestreamd. Wat ik een beetje heb met streamen is... Zeg maar, wanneer moet ik nou gaan streamen? Want mijn schema is gewoon dinsdag voetbal, woensdag werk, donderdag voetbal, vrijdag werk, zaterdag... Kom op, ik ga niet op zaterdagavond streamen. Ik heb er gewoon beter te doen.
zondag werk, dan zou ik maandagavond moeten gaan streamen. Maar wie de fuck wil er nou een stream kijken op maandagavond? En... ik weet het niet. Nee, het is niks voor mij. Wat was je afleiding in de lockdown? PS, je bent lekker bezig. Nou, in mijn vorige lockdown was het denk ik vooral mijn vrienden. En mijn gezin trouwens ook. Het was heel, zeg maar, ik had best wel druk leven. Mijn ouders hebben dat ook. En was gewoon iedere dag werk en dingen. We hadden allemaal ons eigen leven. En toen we in lockdown zaten, was in één keer, dan ben ik allemaal bij elkaar. En dan, mijn vader zat onder mij en die niest. En ik hoorde hem niezen, weet je wel. En dat klinkt heel dom. Oud huis. En dan schreeuwde ik gewoon gezondheid. Maar het had toch wel iets. Tuurlijk, ik had liever op school gezeten en allemaal dingen gedaan. Maar het had wel iets. Weet je, we maakten het zo goed als het maar kon. Dus ik denk, ja, gewoon de mensen met wie je wel nog kon afspreken, om het even zo te noemen. Moerad vraagt hoe lang ik ben. 1,82 heb ik volgens mij laatst mijn ID laten zetten. Dus ik ben 1,82. Drive Games, oh, dat is wel heel toevallig. Hij vraagt, ga je een kerstboom kopen en in je kamer zetten? Is nice voor de decembermaand. Ja, dat wilde ik doen. Maar om de een of andere reden iets donderdag worden bezorgd. Dus met zaterdag nog niks binnengekomen. Dus ja, ik heb hem besteld. Volgend jaar dan maar. Hoe combineer ik YouTube met mijn school? Ik denk dat jullie dat toch al merken. Ik weet niet of jullie het ooit een beetje is opgevallen, maar ik heb gewoon van die tijden dat ik veel upload. Dat is gewoon na de toetsweek, want dan heb je op school gewoon... serieus jongens, op school 4e, 5e en 6e klas na de toetsweek geen donder te doen. En dan is de toetsweek, upload ik misschien een videootje of zo in de week. Misschien nog niet eens. En daarna upload ik weer veel. Dus combineren gaat soms goed, soms niet goed. Ik kijk gewoon of ik mijn tijd moet besteden. Nou, dat. Wat ga ik doen als ik 10.000 subs heb? Ja, vind ik een goede vraag. Gelukkig zit ik er nog 3.000 vanaf. Laatst wel eens 7.000 gehaald. Dus dankjewel daarvoor. Maar ja, ik heb nog 3.000 subs om erover na te denken. Dus ik denk dat het nogal goed komt. Siebe zegt, wat zijn je PC-specs? Nou, druk maar snel pauze. Ze staan nu in beeld. En dat was hem weer. Yo, komen er ooit gamevideo's terug? Weet je, ik zit er al een lange tijd over na te denken. Dus vraag is ook al vaker gesteld. En kijk, ik vond game altijd wel leuk. Maar ik vind dat er op dit moment niet gewoon een game is waar ik leuke video's over kan maken. En... het punt is, zeg maar, GTA 5. Ja, vette game. Toch kijkt er niemand naar de video's van. En... FIFA keek al helemaal niemand naar mijn gamevideo's. En dat is ook wel heel belangrijk geweest dat ik... nou, vrijwel niet meer games upload. Omdat er gewoon niemand naar keek. En dan heb je gewoon nog... wat heb je daarnaast nog? Ja, Fortnite vond ik een tijdje ook echt heel leuk om te uploaden. Ook toen ik echt erin begon te editen. Als ik er nu op terugkijk, vond ik het wel een leuke tijd. Maar ja, Fortnite, dat speel ik niet meer. Dat is gewoon uit, ja. Waarom heb je je camera gekocht? Dus waarom specifiek die camera? Wat maakte deze... geen idee wat er precies moet staan. Maar ik had deze gekocht omdat het qua prijs best meeviel en qua performance best goed was. En ik in deze prijscategorie niet heel veel betere kon vinden. Eigenlijk gewoon geen één. Het was gewoon de beste in zijn categorie. Voor de prijs rond 500 euro wil ik volgens mij betalen. Dus ja, vandaar. Julian Beumer heeft ook 3 vragen achtergelaten. Hij heeft aan al die flessen zien, drinkt hij wel wat. Wat is je top 3 dankjes die je kan mixen? Nou ja, volgens mij zien jullie het nu niet eens. Nee, het staat daar. Nou, ik ben dus totaal niet van mixen. Die flessen staan er ook wel leuk. Ja, ik heb ook zeker al wel wat van gehad. Maar ik vind sommige zo smerig. Maar ik ben niet van het mixen. Ik heb, ja, ik weet niet. Als ik die dingen drink, dan is het vaak een shotje. En het is nooit... nee, nee, ik ben niet van het mixen. Misschien moet ik het ooit... nee, moet ik het ooit gaan doen. En als ik een kroeg of club binnen ga, welk liedje moet sowieso gedraaid worden? Deze. Hey. En hoe ziet mijn droomhuis qua inrichting uit? Een aparte kamer voor mijn setup. De rest boeit me geen hele donder. Nee, een kookeiland. Ik wil ook een kookeiland. Dat lijkt me fucking chill. En een keukentafel. Zeg maar een tafel, zeg maar een soort barretje in de keuken. Dat lijkt me heel gezellig. Maar het was wel. Dat ik vooral de keuken ook belangrijk vind. What the fuck? Blue Assassin, die wel vaker terugkomt, vraagt... wat vind je zelf het beste drank of bier? Ja, ik ben dus niet heel erg van sterk. Ben ik niet heel erg fan van. Grols, dat gaat er ook echt niet in. Ja, sorry voor iedereen die in de Achterhoek woont, maar... flikker om je Grols. Hertog Jan gaat er... dat is top 1, dat is echt nummer 1, denk ik. Daarna een groene rakker, Heineken gaat er ook wel in. Wat zou mijn derde zijn? Een klokbiertje. Nummer 3. Nee, neem die derde alsjeblieft niet serieus trouwens. Oké. Tristan Weerman zegt, zie je zelf als een one-man show of heb je wat aan anderen om je heen? Qua YouTube heb ik geen tyfus aan anderen om me heen. Ook al denken ze dat altijd wel. Omdat ze altijd denken dat ze geweldige video-ideeën achterlaten. Ze zijn niet goed, die video-ideeën. Ze zijn niet haalbaar voor mij op dit moment. Ze zijn kut. Er zijn wel een paar dingen de laatste tijd dat ik denk van... het zet me, aan de andere kant, zet me wel aan het denken als ze dan zo'n video-idee doen. En denk van, ja, dit is natuurlijk, dit pakt geen views en dan... dus ik zo van, oh, misschien als ik nou net zo doe, is het dan misschien net wel. Daar denk ik wel eens over na. Oké, de camera viel midden in mijn laatste zin uit. Maar waar het op neerkomt, ja. Het Zwekkerschaap vraagt, wanneer een gasrol? Niet. Leuk feitje, ik heb wel een keer een gasrol gedaan op het gasrol-account van King7070NL.
was best goed bekeken. Ik kreeg zeker wel wat subs erbij. Maar volgens mij kan je de video niet meer terugvinden. Als je hem vindt, laat even de link achter in de reacties. Het was een Call of Duty Black Ops 3 challenge video. Ik weet niet eens wat voor challenge het was. Maar wel geinig om te zien. Waar zie je jezelf over 5 jaar? Ziggo Dome. Verdien jij veel met YouTube? Vraagt MT Shield. 1 is 5 tot 10 euro, 2 is 10 tot 20 euro, 3 is 20 tot 50 euro, 4 is 50 tot 100 euro, 5 is 100 tot 300 euro, 6 is 300 plus euro. Ja, nou ja, kijk, je zet er geen tijd bij, dus ik zou kunnen zeggen op een dag dan is het minder dan 1. Op een jaar is het misschien 5, hoop ik. Ik denk dat het in de maand 3 is. Ik had natuurlijk gehoopt dat het in de maand 6 was, maar als we het even per maand zeggen was het 3. Of is het 3? Je hebt ook altijd van die mensen die gewoon niet de vorige Q&A's kijken en vragen: waarom ben je met YouTube begonnen? Ja, dat heb ik echt al 5 keer gezegd in een Q&A. Stik er maar in, ga maar mijn vorige Q&A kijken. De volgende upgrade voor je setup. Ik vind mijn setup goed zoals het is op dit moment. En dat, ja, dat is heel bijzonder dat het uit mijn mond komt, zeg maar. Want dat zou ik niet snel zeggen. Maar ik ga op dit moment eerder zoeken naar... Ja, waarnaar? Ik wil eigenlijk heel graag een drone. Alleen, ik weet niet of ik dat echt wil. Dus, ja... Dat. Ooit nagedacht aan om op jezelf te wonen? Ja, ik ben pas 18. Ik zit nog op fucking VWO. Het is tering duur, oké? Ik zit nog op fucking 6 VWO. Dus eigenlijk nee. Ik heb wel eens over nagedacht hoe het kan zijn. Zeker als ik met maten zit. Dat wil ik gewoon heel graag. Ik zou volgend jaar echt ziek graag met 3 of 4 van mijn vrienden naar huis in Groningen wonen. Want daar ga ik waarschijnlijk studeren. Maar dat is zo moeilijk. Om daar een huis te fixen en... Maar dan kun je wel zoveel leuke dingen doen. Dat is gewoon moeilijk, bijvoorbeeld Champions League, voetbalavond met een biertje. En dan zit je op de bank gezellig met je... Ja, dat lijkt me echt geweldig. Dat is een beetje mijn studentendroom of zo. Maar ja, helaas gooit corona wel heel veel roet in het eten. Maar ik hoop dat ze dat niet gaan afpakken. Wat zou je doen als je geen YouTuber zou zijn? Ik denk dat ik nog steeds een soort van video's zou doen. Maar bijvoorbeeld eerder voor mijn vrienden, meer op Insta met maat of zo. Een beetje kloot video's maken, een beetje kloot of zo. Ik denk zoiets. Welke monitor heb je? En heb je een gas of springveer? Ik direct jou door naar deze video. Deze video waarin ik dat uitleg. Ga die lekker kijken en dan weet je het ook. Welke edit software gebruik ik? Premiere Pro. Dit moet je weten als vaste kijker. En dan nog een mooie vraagje van Tristan Weerman. Hoe probeer je te onderscheiden tegenover andere YouTubers? Ik denk dat je dat hier wel ziet. Ik zal eens even laten zien hoe fucking veel moeite hierin heeft gezeten. In dit, zeg maar. Ik bedoel, oké, ik ga met mijn telefoon filmen, jongens. Let op. Hier staat een softbox. Die softbox staat er eigenlijk nooit. Die zit altijd daar achterin in dat... Daar. Helemaal neergezet. Bureau. Helemaal voor verplaatst. Die softbox daar neergezet. Staat er normaal ook. Daar. Helemaal daar. Nou, dat boeit even niet zoveel. Heb ik dit lampje. Is ook niet heel moeilijk. Ik heb dit lampje. Heb ik hier helemaal neer moeten zetten. Helemaal stroom. Zit helemaal zo via... daar en dan een keylight moeten draaien om daarheen te doen. Ik ben hier denk ik een fucking kwartier tot 20 minuten mee bezig geweest. En dat is niet heel veel, maar het is wel iets hoe ik me probeer te onderscheiden. Dus een soort set preparation of een set maken of toch even iets extra's doen. Op die manier. En dit was weer de Q&A voor deze keer. Ik ben ongeveer eigenlijk wel door alle leuke vragen heen gegaan, dus komt geen deel 2 jongens, sorry. Ik hoop wel dat je lekker gaat liken. Je weet, like door 175 likes. Het is vakantie. Hou je alsjeblieft een beetje aan de coronamaatregelen. Want we zitten in een lockdown. Daarover komt ook nog wel weer een video. Dat gaat nog wel lang duren trouwens. Want die lockdown duurt nog wel heel even. Dus ik ga je niet te warm maken daarmee. Maar ja, ik zie jullie hopelijk morgen weer. Als jullie genoeg likes hebben achtergelaten. Als je dat niet hebt gedaan, nou, jammer dan. Maar dat komt er overmorgen. Of de dag daarna wil je een nieuwe video. Of ik voel me heel goed. Ik upload morgen gewoon weer. Dus ja, bedankt voor het kijken. Laat een blauw duimpje achter. Heb je nog trouwens een vraag die niet helemaal goed is beantwoord of iets dergelijks? Laat hem achter in de reacties. Meestal reageer ik wel op de vragen in de reacties. En dan zeg ik nog maar één ding. Dat is later.